Goedemorgen, lieve, krachtige, prachtige prinsesmama. Ik neem dit bericht op voor jou in de ochtend, de dag voor Prinsesmama Weekend 2020, met mijn voetjes in het voetenbadje. Een heerlijk geurtje. En in alle rust wil ik je welkom heten en je feliciteren met deze beslissing om wat meer tijd voor jezelf vrij te maken. Het licht dat je naar buiten schijnt, de aandacht en de zorg die je geeft aan de mensen om je heen, dit ga je de komende dagen aan jezelf geven. Dit licht ga je de komende dagen naar binnen schijnen. Je gaat de manier die het beste bij jou past op dit moment gebruiken als een tool om te zitten, te ontvangen en naar je wijze hart te luisteren. Dit is een gebruik, een ritueel in de ochtend, wat ik de laatste tijd toepas, dat mijn leven compleet heeft veranderd. Ik heb er geen woorden voor. Maar ik kan het laten zien aan de hand van onze meditatietijd samen, aan de hand van mijn verhalen en de verhalen van de andere prinsesmama's die al hebben gedeeld. Aan de hand van inspirerende mensen die voorbij gaan komen op je beeldscherm. Ik heb zelfs een boodschap van je kinderen. Maar de allerbelangrijkste boodschap die je gaat ontvangen, dat is de boodschap van je hart. Dus nogmaals, gefeliciteerd, goed gedaan, welkom. Neem tot je wat tot jou spreekt en laat de rest liggen. Laat wat omhoog wil komen, omhoog wil komen. Als het tranen zijn, laat het eruit. Je hoeft het niet te analyseren, je hoeft het niet helemaal te onderzoeken. Laat het gaan en kijken wat ervoor in de plaats wil komen. Dit is een bevrijdend proces. Ik droom van een leger van liefde en jij bent een leider in dat leger. Al een tijdje. Ik ga jou geen advies geven als moeder. Je doet het goed. Je kind is dol op je. Je kinderen zijn dol op je. Waar de komende 2 dagen om gaan, is de rust nemen en het jezelf gunnen om naar je hart te luisteren. Want jouw wijze hart heeft de oplossing voor alles wat je tegenkomt. In jezelf, met je partner, in de relatie met je kids, met het werk, in de financiën, met je familie, met je omgeving en met al het moois wat je wilt betekenen voor de wereld. We gaan eerst het licht naar binnen schijnen, zodat wij zelf helemaal verlicht zijn, in vuur en vlam staan. En dan zal ons licht automatisch alle anderen om ons heen bevrijden. Ik parafraseer Marianne Williamson in haar toespraak. Die toespraak werd uiteindelijk gebruikt door president Nelson Mandela. Vrijheid. Ik gun je vrijheid. Je verdient het, mooie vrouw. Nogmaals welkom, ontspan en dankjewel voor deze reis.